Dames en heren, graag uw aandacht en uw applaus voor Kokdroog alias Louis van Gaal. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom? Buutrekenen is topsport, mijn dames en heren. En een topsporter wil winnen. Altijd en overal. Maar dan moeten de nevenomstandigheden ideaal zijn. En er zijn er voor een buutrekener maar drie. Het publiek, plus plus. De muziek, plus plus. De jury, min min. De jury van deze afgelopen jaren zijn ronduit corrupt. En nou denken jullie, heb je Louis van Gaal weer, want die zal wel weer kritiek hebben. Maar Louis van Gaal heeft altijd gelijk. Ik zal u dat aan de hand doen van een paar voorbeelden. Als je buurtreder wil worden, dan krijg je in september al een grote brief. Je moet je houden aan 6 punten. Punt 1. Zorg dat je op tijd komt. Ik was hier om 6:30. Denk je dat je dan ontvangen wordt door de Raad van 11? Ze zitten allemaal nog tevreden. Kijk maar eens naar Peter Barendrecht en Dick Bos. Jullie denken toch zeker niet dat die zo gewonnen zijn van leidingwater, hè? En die eten ook geen minuutje van Sonja Bakker. Ja, Kees van Wilsteren, die magere springhaar. Dat is de enige. Maar die denken natuurlijk, dan kom je hier 300 man binnen een keer in tientje, dat kan wel wat leiden. Maar deze tent kost helemaal niks, die wordt gesponsord. Toen ik hier binnenkwam, zag ik op de menulijst al 3 maanden achter elkaar staan, wild zwijnen. 3 maanden geleden was er in de Veluwe 6.000 wilde zwijnen. Die moesten afgeschoten worden op 100 stuks na. Wat gebeurt er? Alle wilde zwijnen dood. Een onderzoekscommissie. Wat blijkt nu? De daders van deze jachtpartij moesten heel veel verstand hebben van varkens. Er was er zelfs eentje bij die prins genoemd werd. De tweede regel die je hier moet hebben, is dat je nooit deze ton mag verlaten tijdens de buurt. Ik neem u mee 3 jaar geleden. Toen kwam er zo'n dweil uit Afghanistan. Met een groot gebaar. Die was namelijk een inburgeringscursus aan het doen. 7 minuten lang heeft hij hier op een matje gelegen naast die ton. Zogenaamd met zijn hoofd naar het oosten. Ja, zijn kont wees naar het oosten. Maar hij werd wel eerst hoor. Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Punt 3. Kleed je altijd netjes. Ik neem u mee naar 2 jaar geleden. Toen stond hier in een ton een vent uit Amerika. Er was geen gezonde bot meer aan zijn lijf. Allemaal verband, gips en pleisters. Hij kon nog niet skiën ook, maar hij bent wel eerst hoor. Ben ik nou zo slim? Punt 4. Het ergste. Probeer nooit als buurtreder de jury te beïnvloeden met leuke cadeaus. Ik neem u mee naar vorig jaar. Daar kwam een vent uit Urk. Ja, ik zal je vertellen dat is al zeer opmerkelijk, want de meeste Urkers doen alleen maar grappige vlaggetjes aan, hoor. En die kwam binnen en die zette een schaal vis voor de jury neer. Recht voor de ogen van Willy Schutte. En wij zitten daar als buurtreder op een andere kamer te kijken. Ik zeg tegen Tom Versteen, die Willy heeft 4 maanden geen vrede gehad.
ook in de jury. Die ging net naar de wc. Hij brak zo wat zijn poot om hier te komen. En wij zeiden onder elkaar, als Joost Vos in de jury kan zitten, dan kan je net een boer vragen uit Nageren die een beetje verstand heeft van oude Belgische knollen. Als je buurtrainer wil worden en je wil winnen, dan moet je ook grapjes uit andere dorpen kunnen vertellen. Dit komt allemaal uit Kragenburg. Dat kan ik dus allemaal wegflikkeren. Zitten leuke dingetjes bij hoor. Ineke Winkler. Vorig jaar geritterd door Ad van der Noorn als voorzitter van de Dorpsbelang. Een vrouw met ballen. Ik ben er net even langs gelopen, maar dan moet je nog wel een hele rare bril op je bek hebben hoor. En eindelijk de kavel. Penders. En ja, dat wordt gebouwd. 10 jaar hebben ze erover zitten zeiken, maar nu wordt het achteraan. Er zijn al 2 wegen klaar. De Bram Jansen Allee en de Pendersweg. Als ik van Kragenburg de andere dorpen wil bezoeken, kom ik het eerst in Mark Nessen. Dan hebben ze niet eens een carnavalsvereniging. Nee, want dat kan namelijk niet vanwege hun christelijke overtuiging. Dan moet je daar verdomme met oud en nieuw komen. Kom nooit met de auto, want over de brug wordt je al in de fik gestoken. En dan zit je daar, hè, met oud en nieuw. En ze hebben het dit jaar wat anders gedaan, want de jeugd van Mark Nessen wil nog alles wat vernielen. Dus ze hebben het dit jaar, hebben dorpen lang daar een tent neergezet. Dan konden ze allemaal gratis drinken. En als je binnenkwam, dan kon je een donatie doen in 1 melkbus. Er was nog 1 melkbus in Mark Nessen waar geen cabine zat. Als ik van Mark Nessen naar boven ga, kom ik in Lidl Geest. Daar hebben ze 50 gezinnen uit huizen gezet. Want dan moet een nieuwe plan komen. Daar komt een groot kassencentrum. Nieuwland heet dat. Als je er nu vorige week langs rijdt, gaan er een heleboel kassen. Dan brandt die deze leeg. Dus ik vraag aan Ann Bouke Wielinga, de dorpsvoorzitter. Ja, zei Barke, maar Bouke, maar die nieuwe mensen die daar komen, die gaan allemaal groene stroom leveren. Maar er zijn ook een paar mensen die leveren het liever zwart. Als ik van Lutel Geest dan doorrijd, dan kom ik in Band. Daar staat een Bandsiliek. Dat is een kerk die er in 1954 is neergezet om te bidden. Moet je eens kijken wat ze er nu doen. Sodom en Gomorra. 1000 vrouwen en een paar kinderen. Een opvoeding. Er wonen nog geen eens 200 vrouwen in Band. En van de 200 zijn er nog 180 boven de 63. Als ik van Band ga, ga ik naar boven, naar Rutte. Daar moet je niet komen hoor. Elke donderdag staat er in de Polderkrant dat daar een wijk is, dat noemen ze een camping, dat is de Groene Kwadrant. Daar wonen alleen maar criminelen. Daar moet je nooit komen. En van Rutte ga ik dan naar Krijl. Daar is nu een Flora. Ja, nu niet, want er is nu geen hond natuurlijk, die zitten allemaal hier. En daar hebben ze een prinses gekozen. En die komt uit Emmeloord. Nou hebben ze in Krijl, kunnen ze niet iemand vinden die dat kan doen. Onbegrijpelijk. En als ik dan van Krijl ga ik naar Espel. En gek hè, sinds dat ik Nico van der Voort zijn eigen schuur in de fik heb gestoken, hoor ik daar nooit meer wat van. Ik zeg wat jullie denken. En als laatste dorp, ja, als laatste dorp ga ik dan naar Nageren. En dan heeft mijn voorganger dat ook al gezegd. En die deed dat een beetje negatief over Wim Keur. Maar als Wim Keur hier in de jury had gezeten, was de winnaar niet onbekend geweest hoor. Dat is namelijk punt 6. Wil jij buurtrainer?
iedere topsporter dat graag wil. Dan moet je afsluiten met een flowback. Nou, daar komt ie. Een echtpaar 25 jaar getrouwd zouden het morgen vieren. Morgen. En die vent die gaat op zaterdag is onrustig. En dan een keer zegt hij tegen zijn vrouw, moet je goed luisteren, Jannie. Ik heb 24 jaar lang iets voor jou verzwegen. Ik ben niet eerlijk tegen je geweest. Ik vind het heel vervelend. Nou, die vrouw dacht, daar zal wat komen. Wat is dat dan? Nou, zegt hij, ik ben namelijk kleurenblind. Nou, zegt die vrouw, als dat nou alles is. Ik, zegt die vrouw, heb veel meer aan jou te vertellen. Wat veel erger is. Nou, wat is dat dan, zegt die man? Ze zegt, ik kom helemaal niet uit Gouda. Ik kom uit Ghana. Dat die jury eerlijk is en dan wens ik jullie allemaal een geweldig carnaval. Ja.